Nou, welkom bij een nieuwe podcast. Pieter, vandaag jij in onze podcast van Raptor. Dankjewel. Nou, voor ons ben je ontzettend bekend. Wij doen al een tijdje zaken met elkaar. Wij voeren jullie productassortiment al een geruime tijd, met heel veel plezier. Dat klopt. En ik denk dat het voor onze kijkers in ieder geval even goed is om te beginnen van, joh, wie is Raptor nou? En wat voor producten produceren jullie? Ja. We hebben hier natuurlijk al een aantal producten klaarstaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen nog graag even vanuit jou willen horen. Van, joh, wie is Raptor nou? En welke specifieke producten produceert Raptor? Ja. Want dat is natuurlijk toch wel heel uniek. Alright, schitterend. Dankjewel omdat we hier aanwezig mogen zijn, Dexter. Graag gedaan. Jullie verkopen onze producten al een hele tijd met redelijk veel succes. Maar ik denk dat ook het succes erin ligt hoe goed de producten weliswaar zijn. Absoluut. Dus je weet, Raptor Liner is eigenlijk begonnen als een heel klein projectje voor de Amerikaanse markt, waar er vraag kwam naar, jongens, we willen iets om die laadbak van die pick-up sterk te maken. Dat wordt altijd in Amerika, die full-size pick-ups, worden altijd heel veel materiaal ingesmeten. En het moest sterk zijn, het moest sterk blijven. Ja. En daardoor kregen we de vraag, kunnen jullie iets ontwikkelen, iets wat duurzaam is? Ja. Dus de eerste versie van Raptor Liner, die is op de markt gekomen om specifiek die laadbak te beschermen. Nu, want daarom noemen jullie het soms ook gewoon een laadbakcoating, hè? Ja. Dus in Amerika noemen ze het een bedliner, omdat truck bed, de laadbak van de pick-up, die gecoat wordt. Dus bedliner, laadbakcoating. Ja. En in het algemeen wordt het gewoon verwoord als liner zijnde. Okay. Daarom ook Raptor Liner of Raptor Coating. Er zijn verschillende synoniemen voor het product. Ja, dat klopt. En door de loop van de tijd is het product geëvolueerd. En is ook de veel bredere vrager gekomen. En dan is het ook vermarkt als zijnde de Raptor Liner. Ja. Nu, Raptor Liner is ontwikkeld meer als een technische coating dan een visuele coating. Dus het verschil zit hem erin in de basis, dat Raptor Liner echt wel een functie vervult binnen een project. Mm-hmm. Dus het moet sterk zijn, het moet duurzaam zijn, het moet UV-bestendig zijn, het moet. Waar je een gewone verf hebt die je tegen de muur zet, die ziet er gewoon goed uit. Of een autolak natuurlijk, hè? Of een autolak, ja. Die je gewoon dagelijks kan gebruiken. Je kan uiteraard Raptor Liner op elke auto zetten, een bestelwagen of zelfs een Ferrari als je wil. Ja. Maar over smaak valt niet te twisten. Nee, natuurlijk niet. Iedereen die moet dat natuurlijk zelf weten, maar in de basis is het product ontwikkeld als functioneel product. Functioneel product. In plaats product. Van esthetisch waarschijnlijk. Hè? Het verschil zit hem erin dat Raptor Liner vele functies meer vervult. Dus bijvoorbeeld, we spelen specifiek in op de krasbestendigheid. Daar is Raptor Liner heel hard voor gekend. We spelen in op de UV-stabiliteit. Dus zon gaat de Raptor Liner niet laten verkleuren. Nee. We spelen in op het feit dat het waterdicht naadloos afkiet. Dus als je in de hoekjes en de kantjes van een laadbak spuit, dan gaat er ook geen water tussen sijpelen, wat ook heel belangrijk is. We spelen ook in op het feit dat het een zekere mate van antislip geeft. Dus hoe grover dat je het spuit, hoe meer antislip dat je hebt. Altijd heel interessant. Komen we zo ook nog eventjes op, denk ik. Ja. En we spelen ook in op het feit dat het buiten de auto, de bedliner, dus als laadbakcoating, kan je het eigenlijk op alles wat je kan bedenken, kan je het gebruiken. Ja. Dus we zijn constant op zoek naar innovatie. We zijn constant op zoek naar nieuwe toepassingen. Want je ziet het ook wel steeds meer terugkomen. Hè? Dus daar waar het in de basis initieel bedacht is om als een laadbakcoating gebruikt te worden. Ja. Wij zien dat natuurlijk ook wel eens voorbij komen van klanten die het gebruiken. Die gebruiken het ook op de buitenkant van de auto of velgen of caravans. Hè? Die moeten natuurlijk ook toch in een bepaalde vorm heel goed bestand zijn tegen takken en dergelijke tijdens een camping enzovoort. Dus dan wordt het ook wel voor hele andere toepassingen gebruikt. Ja, dus in dat vlak is het heel belangrijk dat we luisteren naar onze klanten. En we stellen regelmatig graag de vraag, ook aan jullie. En met die feedback gaan we aan de slag van, waarvoor gebruik je het product nu eigenlijk? Ja. Omdat we doorhebben dat mensen heel ver buiten die laadbak-niche gaat werken. Dus het product is ook zo samengesteld en geëvolueerd over de jaren heen, dat het ook veel meer is dan alleen die laadbakcoating. Dus als er mensen zijn die bijvoorbeeld vraag hebben om hun caravan op te maken of te beschermen, die hangt ook achter de wagen en die kan ook impact te verduren krijgen, dan luister daar graag naar. En dan brengen we ook nieuwe producten op de markt die specifiek ontwikkeld zijn om de hechting bijvoorbeeld
van de coating op de caravan te verbeteren. Ja, want het is natuurlijk inderdaad, jij maakt het bruggetje nu zelf al. En de mensen die nou eens kijken, die zullen waarschijnlijk denken van, hey, maar welke producten staan hier dan allemaal? Het is natuurlijk in de basis begonnen met een bedliner coating die je dan ontwikkelt. Maar je hebt al een hele hoop accessoires, al dan niet toebehoren, ja, die je nodig hebt om de bedliner op de juiste manier te kunnen verwerken. Ja. We hebben hier natuurlijk de sets, jij kan er straks alles over vertellen, maar we hebben ook de spuitbussen. Dus ik weet vanuit ons ervaring dat we een hele hoop mensen hebben die het prettiger vinden om met een spuitbus te werken, omdat ze simpelweg niet over een compressor beschikken om de kit te kunnen verwerken, al dan niet ook de kit kunnen verwerken, kunnen rollen. Kan je daar wat over vertellen? Hè? Ja. Want hoe we de opstelling hier zo nu hebben, ik denk dat dat voor de mensen thuis ook wel ontzettend interessant is voor joh. Ik zou dat graag misschien ook wel willen hebben. Of ik zit erover na te denken om iets daarmee te doen. Ja. Hoe kan je dat dan op de beste manier verwerken? Dus om te beginnen is Raptorliner eigenlijk ontworpen als een do-it-zelf product. Dus we hebben ernaar gekeken dat elk product dat we op de markt brengen ook gebruikt kan worden met de minste investering of zelfs geen investering nodig. Dus je moet niet beschikken over heel dure spuitapparatuur. Je moet niet beschikken over gigantische compressors, over speciale verfborstels. Je kan eigenlijk hetzelfde materiaal dat je gebruikt om je autobanden thuis op te pompen, kan je ook gebruiken om Raptorliner te spuiten. Dus de producten zijn zo ontwikkeld, de verpakkingen, dat je hebt een 1 liter kit en je hebt de 4 liter kit. Dat zijn de meest populaire kits. Klopt. Dus 1 liter bijvoorbeeld is een ideaal beginpakket. Ja. Het is niet duur, je kan er onmiddellijk mee aan de slag. En het dekt, afhankelijk van hoe dik je hem gaat aanbrengen, met de rol of met de spuit, zullen we zo dadelijk even laten zien, dekt het tussen de 4 en de 6 vierkante meter per kit. Ja. Per kit? Ja. En hoeveel, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van ondergrondkleur enzovoorts, maar wij krijgen vaak de vraag van, maar hoeveel lagen moet ik dan aanbrengen en hoeveel kan ik dan inderdaad met een kit doen? Nou, de hoeveelheid die je kan doen met een kit is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de kleur van de ondergrond. Maar ook hoeveel lagen je natuurlijk aanbrengt voordat het dek het heeft aangebracht. Dus bij Raptor is het heel belangrijk. Raptor is verschrikkelijk sterk, maar op voorwaarde dat je minstens 2 lagen aanbrengt. 2 lagen. Dus 2 lagen is het minimale eis. Ja, de kracht zit hem echt tussen de hechting, tussen de eerste en de tweede laag. Ja. Een enkele laag Raptor is eigenlijk niet ideaal, maar kan perfect gebruikt worden als je toch, zoals daar straks, een gewone auto zou spuiten of een scooter zou spuiten en je hebt alleen de kleur en de looks nodig, de textuur, dan kan je perfect 1 laag aanbrengen. 1 laag? Dus je zegt, oké, minimaal 2 lagen. In welke scenario zou je dan zeggen, van, joh, toch 3 lagen? Of komt het eigenlijk niet voor? Nee, 3 lagen komt voor, maar dan spreken we echt over heel intensief en enorm zwaar gebruik. Dan spreken we echt al over de graafbak van een graafmachine bijvoorbeeld. Okay, ja. Dan spreken we over transportbanden. Dan spreken we over de achterkant van een graafmachine of de bak van een dumper die heel de dag door moet kunnen dumpen. Ja. 3 lagen kan je doen. Ja. En 3 lagen is ook aangeraden, want dan ben je 100% zeker. Maar is voor normaal heel veel mensen een beetje overkill. Oké, dan houden we het gewoon bij 2 lagen. Ja, dat klopt. En hoeveel kan je doen met de 4 liter set? Dus de 4 liter set, dat is het originele inhoud. Dus 1 kit, laten we zeggen, je hebt een Ford Ranger of je hebt een Toyota Hilux. Dus je hebt een pick-up. Ja. 1 set is eigenlijk bedoeld om 1 laadbak te doen. Oké. Dus dan kan je eigenlijk de nodige lagen, 2 tot 3 lagen, kan je aanbrengen met 1 4 liter kit. De Amerikaanse pick-up truck, daarmee heb je een 4 liter set nodig. Dat klopt. In elke kit, heel belangrijk, als een product meerdere componenten heeft, dus de Raptorliner heeft de liner, dat is 1, en de verharder is 2. Dat is de coating zelf. Ja. Dus alles wat je nodig hebt, zit ook in de verpakking. Dus je moet niet nog apart verharder gaan kopen, je moet niet nog apart extra flessen alles kopen. Zit gewoon alles in de zit set. Altijd in een verpakking, alles wat je neemt. Dat is super. Hey, en dan hebben we hier nog andere spuitbussen. Laten we even beginnen met deze. Dit zijn de 2 componenten spuitbussen die natuurlijk eigenlijk een beetje in vergelijking staan tot deze. Want dit is ook een 2 componenten product. Klopt, ja. Je hebt dan ook de 2 componenten spuitbussen. Dat is eigenlijk in principe dezelfde kwaliteit, toch? Ja, de liner is hetzelfde. De verharder dat erin zit is hetzelfde. Maar de toegankelijkheid die je hier hebt, dat je het met de compressor kan gebruiken die je thuis hebt staan,
Die heb je hier niet nodig. Dus hier kan je eigenlijk gewoon met de spuitbus zelf werken. Dus de spuitbus heeft de verharder erin zitten en heeft de liner erin zitten. Juist. Dus één spuitbus gaat ongeveer 1 tot 1,5 vierkante meter kunnen dekken. En kan je gewoon, twee lagen, hè? Kan je ook gebruiken. Ja, kan je ook gewoon gebruiken zonder speciale verharder te mengen. Dus heeft er ook een heel interessant activeringsmechanisme. Je haalt het dopje eraf. Ja. Je duwt het dopje aan de onderkant erin. Aan de onderkant erin. En dan moet je goed schudden natuurlijk. Ja. En dan kan je, ook heel leuk, 3 standen gebruiken op de spuitkop zelf. Dus als je wil spuiten, kan je hem lichtjes induwen. Ja. Kan je hem medium induwen. Ja. En kan je hem heel hard induwen. Okay. En hoe lichter je duwt, hoe minder druk je gaat verbruiken. Dus lichter duwen geeft een grove textuur. Grove hard duwen, verbruik je veel meer product. Kan je grote, druk hoger. Ja, hogere druk. En kan je een fijnere textuur maken. Oh, wat leuk. Dat is ook leuk. Dat wist ik niet. Dus die hebben we standaard in het zwart. Zwart, ja. En in het kleurbaar, excuseer. In het wit. In het wit. In het wit, ja. Daarnaast hebben we ook de 2K epoxy primer. Ja. Dus de epoxy primer is ook een heel... Goede hechting is uiteindelijk alles natuurlijk. Hè? Dus deze gebruik je met name op de metaalsoorten. Ja, metaalsoorten. Het voordeel aan deze epoxy primer is 2 componenten ook weer. Ja. Dus die is enorm, enorm sterk. Maar die sluit het oppervlak echt lucht- en waterdicht af. Ja. Zeker met name ook weer met die laadbakken en dergelijke. Waarbij je toch al veel te maken hebt met water, met weersinvloeden. Wil je natuurlijk dat die een soort anti-roestbehandeling krijgt. En dat creëer je. De anti-roestbehandeling, die heb je zeker. Het is heel interessant voor wagens, zoals hier in Nederland en bij ons in België. Als ze in de winter heel veel zout strooien op de wegen. Ja, absoluut. Dan wil je natuurlijk dat het goed het beschermd tepel, is. Hè? Ja. Hey, en dan, we hebben het nu over voordelen gehad. Men moet alleen wel weten dat op het moment dat ze met zo'n 2K spuitbus werken, op het moment van activeren is die spuitbus natuurlijk na 24 uur uitgehard. Hè? Want het verhardingsproces wat natuurlijk ontstaat in zo'n spuitbus, hè, dat zien we natuurlijk ook met andere 2K spuitbussen, de chemische reactie die er in die spray ontstaat, wat natuurlijk wenselijk is om die hoogwaardige kwaliteit te ervaren. Dat betekent ook dat die spuitbus uitgehard zal zijn in de 24 uur. Dus over het algemeen zeggen we altijd, en is de aan te raden regel, als je begint met spuiten, vooraleer dat je foto's gaat nemen op Instagram zetten of Facebook, of vooraleer dat je videochat met je vrienden gaat doen om te laten zien hoe mooi dat je de auto gekookt hebt, maak eerst even het spuitpistool proper, zorg ervoor dat je zeker het product verbruikt hebt, want... Je moet wel rekening houden bij 20 graden, dus het is hier een aangename 20 graden ongeveer. Ja. Bij 20 graden ga je ongeveer 60 minuten de tijd hebben om het product te verbruiken. Ja. Dus we raden altijd aan eerst de voorbereiding. Ja. En daarna pas. En daarna beginnen spuiten. Het is niet spuiten. Eigenlijk moet je pas beginnen met de 2 componenten producten op het moment dat je echt er volledig aan toe bent. Ja. Zorg dat je eerst de voorbehandeling gedaan hebt. Dat klopt. Die moet klaar zijn. En dan pas beginnen met mengen en doen. Ja, helemaal. Duidelijk. Hey, en dan hebben we hier nog de 1 component spuitbussen staan. Ja. Eén daarvan is de multi-use. Is dat nou een nieuw product voor jullie? Of is dat al een tijdje op de markt? Hij was al even op de markt. Hij is in een aantrekkelijker jasje gestoken. Ja. En er is ook meer nadruk op gelegd, omdat, net omwille van het nadeel van de 2 componenten die we hier activeren, en je maar een beperkte window hebt waar je kan spuiten, zien we toch een gigantisch voordeel bij de mensen die dit gebruiken. Dus de 1 component, ik denk dat die hier staat, de 1 component die heeft geen potlife, die heeft geen verbruikstijd. Het enige wat je moet doen als je hem gebruikt, draai hem even op zijn kop en maak de spuitkop leeg. En dan kan je hem gewoon wegzetten voor de volgende keer te gebruiken. Ja. Maar die kan eigenlijk perfect gebruikt worden op de meer visuele en de laag intensief gebruikte projecten. Dus denk bijvoorbeeld aan die voorbumper, denk bijvoorbeeld aan die spiegelkappen. Als je toch die textuur wil van Raptor, maar je hebt eigenlijk niet de technische eigenschap nodig, dan kan je eigenlijk perfect gewoon de spuitbus gebruiken. Dus als het niet zo extreem sterk moet zijn, maar toch veel sterker dan standaardverf, kan je deze gebruiken. Is die net zo UV-bestendig? Want ik kan me voorstellen op een bumper, zeg maar, dan wil je toch ook wel een bepaalde vorm van UV-bestendigheid vanwege het zonlicht. Deze is 10 keer de norm van UV-bestendigheid in de 1 component spuiten. Dus je bent echt wel zeker dat je hier een heel kwalitatieve verf mee in huis haalt. Ja. Wat ook heel interessant is, als je bijvoorbeeld projecten hebt met die plastiek zijn, die kunststof zijn. Flexibel, hè? Ontvetten
En kan je hier eigenlijk gewoon direct to plastic kan je gewoon mee spuiten. Okay. Ook voor metaal kan je eigenlijk gewoon rechtstreeks op ontvet metaal. Dus het moet altijd wel proper gemaakt worden. Ja, kan je deze gebruiken. Ja. Even licht opschuren denk ik ook, Pieter. Licht opschuren, hoe beter dat je het opschuurt, hoe beter de hechting gaat zijn, hoe groter de bestendigheid gaat zijn. Wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld de tuinstoel, zal ik zeggen, die je hiermee zou willen spuiten, die heeft niet echt een grote chemische bestendigheid nodig. Snap. Maar die één component, is dat ook een wat meer flexibel product dan de twee componenten? Dan kan met name kunststof, dat blijft toch ook tijdens het autorijden een stukje in beweging. Dus... Ook omdat die één component is en omdat die laag ook veel dunner is. Ja. Dus hier spreken we echt al van een laagopbouw. Per laag, zullen we zeggen, tussen de 100 en de 150 micron. Ja. Wat echt al redelijk dik is in de verfwereld. Het is echt daarom een coating. En hier spreken we eigenlijk van een 25 micron. Ja, dus het is een veel dunnere laagopbouw. Ja. Het is flexibel, maar het is daarom het is ook niet gemaakt om op een plastic barrière of een plastic flap te spuiten. Hey, en dan de laatste vraag over dat één componentenproduct. Want dan gaan we door naar de volgende. Kan je dit product ook goed gebruik in combinatie met bijvoorbeeld een 2K-spuit. Stel dat je bijvoorbeeld dit product gespoten hebt. Om wat voor een reden dan ook heb je toch wat schade eraan en je wilt bijwerken. Maar je hebt geen zin om vervolgens weer zo'n hele 2K-spuit te moeten activeren, te kopen en gebruiken. Nee. Dat men zegt van joh, hey, deze heb ik nog in de schuur staan of in de garage staan. Ik werk hem bij. Dat kan je perfect doen. Wordt ook heel veel gebruikt daarvoor. Het enige wat we aanraden is, voordat je gaat proberen de schade bij te werken, is probeer even een teststukje op een apart stukje metaal of een apart stukje hout, dat je duidelijk weet welke spuitafstand ga ik... Gewoon band met de textuur. Dat je gewoon even gaat testen, oké, dat is de afstand die ik moet houden, alvorens dat je het op je auto gaat spuiten. Anders krijg je verschillende texturen. Ja, klopt. Duidelijk. Ja, klopt. Hartstikke goed. Dan hebben we hiernaast natuurlijk nog de twee verschillende primers. Eén is de Adhesion Promoter, de andere die is de Acid Primer. Ja. Wanneer zou ik nou welke gebruiken? Dus in principe kan je de Edge Primer en de Hechting Primer op elk project gebruiken. De Adhesion Promoter is een heel universele primer. Die kan je gebruiken op metaal, die kan je gebruiken op hout, die kan je gebruiken op plastic. Dus een heel erg universele primer. Okay. Is een transparante primer ook. Ja. Hij heeft maar één laag opbouw nodig. En die wordt eigenlijk gebruikt om het makkelijk te houden als je je auto aan het opschuren bent of je bent de verflaag aan het opschuren. Heb je altijd hoekjes en kantjes waar je niet goed aan kan. Ja. Dan is het eigenlijk perfect om deze hechtingprimer te gebruiken. Die gaat de hechting promoten. Die gaat ervoor zorgen dat die goed, dat de Raptorliner goed kan hechten op dat hoekje of dat kantje. Ja. Voor de moeilijke kanten. De Edge Primer daarentegen is een primer als je blank metaal hebt. Dus als je aan het spuiten bent en je spuit... als je aan het schuren bent, sorry, en je schuurt door de lak en je hebt een plekje blank metaal, dan kan je eigenlijk perfect de Edge Primer gebruiken om dat klein plekje even bij te werken. Ja. Je kan natuurlijk ook een volledige deur in de Edge Primer gaan primen voordat je Raptorliner gaat zetten. Ja. Maar dat zou niet echt logisch zijn. Daar hebben we andere producten voor die meer geschikt zijn voor dat soort gebruik. Top. Dus de Hechting Primer kan je overal voor gebruiken, maar... is veel meer gericht op universeel gebruik. Ja. De Edge Primer is echt voor metaal te primen. Voor de metaal. Nou, ja. Duidelijk. Je zegt al voor joh, mocht je een hele deur moeten doen, dan zou ik een andere primer gebruiken. Is dat dan ook meteen het stapje eigenlijk naar deze kit, de anti-corrosie primer? Ja, dus het verschil in de primers is, de Edge Primer gaat ervoor zorgen dat hij een heel goede hechting, een heel goede basis maakt om de Raptorliner op te laten hechten. Ja. De twee componenten, epoxy primer, die gaat naast de goede basis, gaat die ook ervoor zorgen dat je ondergrond perfect lucht- en waterdicht is. Okay. Dus dan ga je ervoor zorgen dat er geen oxidatie meer mogelijk is eronder, dus het kan eronder niet gaan roesten. Zoals hier staat, het 1 liter blik, daar kan je eigenlijk perfect tussen de 6 en de 8 vierkante meter mee coaten. Dus dan hebben we het eigenlijk over, joh, als we dan toch wel eventjes teruggaan naar die laadpak waar het initieel voor ontwikkeld is. Dus ik heb een grote Amerikaanse pick-up truck of iets vergelijkbaars. Ik koop daarvoor die 4 liter set. Dan heb ik eigenlijk voldoende aan een 1 liter kit epoxy primer. Zeg ik dat goed? Dat klopt, ja. Okay. Dat klopt. Vooral in onze Europees gemiddelde pick-ups. Onze laadbakken zijn iets minder groot dan de Amerikaanse laadbakken. En kan hiervoor eigenlijk... is 1 laag voldoende, denk ik. 1 laag is voldoende, ja. En die heeft ook een etsende werking. Ja.
van, als ik me niet vergis, van 6 tot 8 uur nadien, waar dat je zeker niet moet opschuren om de Raptor erop aan te brengen. Duidelijk. We hebben ook af en toe dan wel eens vragen op de klantenservice van, joh, ik ga ermee beginnen, epoxyprimer die ga ik opzetten, maar ik heb toch nog wel wat roestplekken hier en daar op het oppervlak zitten. Moet ik die dan eerst nog volledig verwijderen of... zoveel mogelijk en kapselt hij toch wel wat roest in. Hij gaat de roest zeker inkapselen. Hij gaat de roest enorm goed verbergen. Maar hij gaat roest niet verwijderen. Dus daarvoor heb je andere producten. Dus als we even teruggaan naar de voorbereiding voor Raptorliner. Dus we hebben al gezegd dat je bij blank metaal kan je de edge primer gebruiken. Ja. Of kan je twee componenten epoxy primer gebruiken. Voor de kleine hoekjes en kiertjes. Adhesion promoter. Zelfs plastiek kan je de adhesion promoter gebruiken. Maar over het algemeen, als je nu bijvoorbeeld je gaat een auto coaten die een bestaande verflaag heeft, dan moet je eigenlijk de bestaande verflaag opschuren. Opschuren. Ja. Het opschuren dat kan je best doen met... omdat het zo'n dikke liner is, kan je het lekker snel doen met bijvoorbeeld een korrel 120, 180. Ja, want je isoleert hem daarna toch. Want het is zo'n grove coating. Die schuurkassen ga je niet meer in. Je gaat er helemaal niks meer van zien. Leuk. En daarom schuurt het ook enorm snel. En doordat je met die grove korrel aan het schuren bent, het zit ook niet snel vol. Je kan echt heel snel voortdoen. Dus je voorbereiding moet er altijd zijn, maar gaat echt wel heel goed vooruit. Als je er dan door zou schuren en je ziet op het blank metaal, heb je de edge primer. Ja, dan werk je hem weer even bij. Hè? Ja. En het is altijd belangrijk, voordat je Raptorliner gaat aanbrengen, of zelfs epoxy primer zou aanbrengen, om een extra barrière te creëren, ontvet het. Ontvet, moet altijd ontvetten. Altijd, hè? Dat is altijd wel belangrijk. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk met alles zo. Ja, dus, dat klopt. Eenmaal dat het ontvet is, kan je dan de epoxy primer aanbrengen. Ja. En de epoxy primer... Moet je altijd schuren na uitharding, hè? Nee, die moet je niet schuren. Nee, die kan je 6 tot 8 uur nadien gewoon... Als het droog is, kan je rechtstreeks... Ja, kan je rechtstreeks op aanbrengen. Nu, als het in een heel stoffige omgeving is, soms omdat het zo'n doe-het-zelf product is, zijn het niet altijd professionele spuitcabines waar dat erin gewerkt wordt. Raden we toch altijd even aan, als je denkt dat er stof of contaminatie, dat er vuil is, maak het even proper, ontvet het terug. En dan kan je Raptorliner aanbrengen. Oké, top. Nou, dat is goed om te weten. Tot slot, je zegt het zelf net al, Raptorliner aanbrengen. We hebben het daar net al even over gehad. We hebben hier twee spuitpistolen die je in principe aan kan sluiten op je compressor. Ja. Die werken op lucht. En daarnaast heb je ook nog in principe de mogelijkheid om het te kunnen doen, te kunnen rollen. Met een verfroller. Ja, ja, dus het grootste doe-het-zelf gehalte is natuurlijk de rol. Ja, de rol. Ja, duidelijk. Dat is in principe natuurlijk ook een... manier van aanbrengen, die heeft geen uitleg nodig. Dus in principe is het de Raptor verfroller die daar speciaal voor ontwikkeld is. Die dus ook de structuur nabootst van Dat klopt, dus het is gewoon één belangrijk geheel. Als je daar even die pijl kan pakken, Dexter, die oranje pijl. Dat is deze. Ja, en dan het rolletje dat ernaast ligt eventueel. Dat is het rolletje dat we eigenlijk gebruiken voor Raptorliner. En dan zie je dat het een open celroller is. Dus het is niet jouw standaard rolletje. Het is echt een heel specifiek... Hij is wel heel grof, hè? Hij is heel grof. Ja. Ja, dat zie je ook aan de textuur. Over smaak kan je niet discussiëren. Sommige mensen zien dit graag. Ik persoonlijk zie het liever iets fijner. Iets strakker, maar komen we straks op. Ja, dat klopt. Belangrijk bij de roller is, als je rolt... Ja. Eenmaal dat de coating aangebracht is, blijf niet rollen. Je kan niet meer coating gaan aanbrengen dan nodig is. Dus je gaat er één keer over en klaar, de coating is aangebracht. Ja. Maar hou hem nat, hè? Ja. De roller, hè? Want anders gaat hij uitharden. Inderdaad, daar moet je op letten. Omdat je met twee componenten werkt, je ziet met die verharder daarin, dat rolletje gaat ook hard worden. Ja. En veel mensen hebben dan de neiging om extra hard door te duwen. Ja. Maar dan ga je de textuur van je coating in het begin versus het einde, gaat helemaal anders zijn dan je een andere druk gaat uitoefenen. Ja, dus de roller, zoals je zelf aangaf, keep it simple, stupid. Yep. Gewoon één keer of twee keer rollen. De coating is aangebracht, klaar. Duidelijk. Wil je nog een extra laag aanbrengen, pak even een andere roller. Ja. Of breng die aan met een spuitpistool. En hij komt ook standaard met meerdere rollers. Het klopt, bakje, dus dat is wel heel fijn. Klopt. En wat wij wel eens weten, vanuit ervaring, dat men inderdaad dat toch even vergeten is. Die gaat daarna dan, na een pauze, gaat hij dan toch weer beginnen met rollen. En dan breekt het rolletje. En dan blijven de resten van het rolletje achterin in de bedliner coating. Ja, dat is natuurlijk...
iets wat je totaal niet wilt. Dus, je moet gewoon even je hoofd erbouwen als je met Raptorliner werkt. Ja. Naast je hoofd erbouwen raden we ook echt ten zeerste aan van de beschermingsmiddelen. Dus de handschoenen, de mondmaskers, de spuitbrillen. Het is een product op oplosmiddelbasis natuurlijk. Toch het is een 2K-product, dus men moet daar wel bewust van zijn dat je inderdaad wel je persoonlijke bescherming draagt. Want dat klopt. Het belangrijkste. Dus dan hebben we dus even gehad, dit is de uitstraling die je krijgt op het moment dat men de verfroller gebruikt. Klopt, ja. Dan hebben we eigenlijk het standaard pistool. Mag ik zeggen dat die de afwerking heeft van de uitstraling die men doorgaans wilt? Het standaard pistool is het... veel mensen gaan het type pistool herkennen, is het UBS-pistool. Ja. Dus je schroeft de bus er als het ware gewoon onderaan op. Heel gemakkelijk om te gebruiken. Dat is deze afwerking, toch? Nee, dat is het variaalpistool. Ah, excuus. Ja. Heb ik weer. Je hebt de rechtse bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat klopt. Dit is de uitstraling die je krijgt op het moment dat je gaat voor het standaard pistool. Ja. Nu, de uitstraling die je krijgt met het standaard pistool, die kan je zelf ook nog een beetje beïnvloeden. Dus hoe doe je dat? Hoe beïnvloed je de uitstraling van je bedliner verf? Dus je kan bijvoorbeeld, je kan er op 30 centimeter afstand van staan en je kan erop beginnen spuiten. Of je kan op 80 centimeter op een meter gaan staan. Ja. Hangt er een beetje vanaf wat hij wil. Daarom zeggen we, probeer altijd eerst op een stukje hout of voordat iets wat je hebt beginnen met. En hou ook in gedachten hoe je begonnen bent. Dat je op het einde ook dezelfde textuur maakt. Ja. Standaard is dit met het pistool gespoten op 50 centimeter afstand met een spuitdruk van 4,5 bar. Oké, dat is veel. Het is vergelijk met lakspuiten, is 4,5 klopt, bar ja, maar is veel. Je ziet ook, de liner is veel zwaarder, is veel, veel, veel dikker dan standaard lak. Ja, die heeft meer kracht nodig waarschijnlijk. En de nozzels zijn ook een veelvoud van de standaard nozzels die erin zitten. Dus de standaard pistool kan je veel mee, maar geeft echt een heel grove textuur en geeft een heel agressieve textuur. Ja. Het heeft eigenlijk niet veel... Dus dit is op 4,5 bar gespoten. Ja. Dus daarvan uitgaande krijg je deze afwerking afhankelijk van je afstand. Dus dat klopt. Spuit je met meer of minder druk, beïnvloedt ook de uitstraling van je bedliner. Dus over het algemeen, hoe hoger de druk gaat zijn, hoe fijner de textuur gaat zijn. Hoe lager de druk gaat zijn, hoe... Een soort van appelsine-afwerking, zoals ze zeggen. De sinaasappelhuid die wij kennen natuurlijk. Ja. Dus als je de textuur wat verhoogt, dan ga je veel fijnere texturen kunnen bereiken. Zelfs met het standaard pistool. Ja. Maar als je echt die fijne texturen wilt texteren, dan moet je echt wel dan voor deze, dit pistool gaan. Ja. Dus die is ook een fractie duurder, maar je kan er ook wel veel meer mee. Hè? Dus dan heb je uiteindelijk ook veel meer de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe je uiteindelijk die afwerking wil. Zelf vind ik deze het mooiste. Ja. Deze is waarschijnlijk ook gespoten. Klopt, ja. En dan krijg je deze. Ja, deze vind ik het mooiste. Hè? Ja, dat is een heel fijne textuur. En als we pistool er anders even bij nemen, dan kan je het zien. Dat vind ik even een goeie. Dus je ziet, dit pistool heeft hier een nozzel, een spuitkop, die je kan uitdraaien en die je kan indraaien. Oké. Okay. Dus wat gebeurt als je hem indraait en uitdraait? Dus als je de nozzel gaat indraaien... Ja. Dan ga je eigenlijk de nozzel verkleinen en ga je fijner spuiten. Dan ga je fijner. Ja. Dus als je hem indraait, wordt hij fijner. Ja. En draai je hem open? Als je hem opendraait, dus naar buiten draaien, dan ga je grover spuiten. Dan ga je meer product gebruiken. En net zoals met het standaard pistool, kan je hier ook weer met de druk spelen. Uiteraard. Dus de spuitdruk die je erop zet, de afstand die je erop zet. Deze textuur bijvoorbeeld, de diamanttextuur zoals ik hem graag noem, die is gespoten... Als ik me niet vergis, gaat die ongeveer een 70, 80 centimeter gespoten zijn. Mm-hmm. En een spuitdruk van 5,5 bar. We hebben natuurlijk hier de zwarte versie voor ons. 9 van de 10 keer ook al de meest verkochte kleur. Ja. Omdat dat is het bekend van de laadbakcoating enzovoort. Maar je kan hem zelf ook aankleuren. Jullie hebben daarvoor de Tintenbos set. Ja. Daar voeg je de basislak aan toe. Die basislak die kan je op kleur bij ons ook bestellen. Kan je daar wat over vertellen? Want wij krijgen heel vaak de vraag van... Oké, ik wil hem echt in een specifieke kleur hebben. Nou, dat is natuurlijk mogelijk. Je kan het bij ons op ralkleur kan je het bestellen. Maar wat is die mengverhouding? Want dat is eigenlijk de vraag die wij steeds krijgen. Van maar hoeveel lak moet ik dan in mijn bedliner? Het is eigenlijk heel gemakkelijk, Dexter. Dus je hebt, zoals je zegt, we hebben de zwarte versie. Daarnaast hebben we ook de witte versie.
veel minder verkocht, maar die hebben we ook. Die wordt ook regelmatig genomen. De tintable versie is eigenlijk de versie van Raptor. Er zit geen kleurpigment in. Nee. Dus er zit absoluut niks in. Dus als ze bij jullie de tintable, de kleurbare, kopen, en ze zeggen, ik wil bijvoorbeeld, een heel populaire RAL is bijvoorbeeld 7046. Ja. Dat is een populaire grijs tint. Ja. Dan bestellen ze bij jullie de RAL-kleur en je hebt 100 milliliter nodig per bus Raptor-liner. Per 1 liter. Ja, die giet je gewoon in de fles. Ja. Je schudt die goed op en dan giet je gewoon de verharder erbij. Ja. Nu, misschien interessant voor de mensen. Want hier heb jij ook wat voorbeeldstaaltjes, hè? Zoals hij dan eruit gaat zien in het rood, wit, blauw. Ja, ja. Mooie Nederlandse vlag. Maar waar Raptor natuurlijk ook wel heel erg populair is, is toch een beetje die off-road trucks. Of 4x4 terreinauto's. Ja. Is natuurlijk de camo-kleuren natuurlijk onwijs bekend. Ja, je kan werkelijk elke kleur eraan toevoegen. Ja. Dus elke kleur die jullie kunnen maken voor de klant, daar kan je... daar kan de klant zelf wel mee doen natuurlijk. Ja, hè? Ja. Hartstikke goed. Jij wilde wat laten zien over de kit zelf, hè? Ja, ja, dus misschien is het interessant om ook aan te geven dat bij de 4 liter kit heb je bijvoorbeeld een maatbekertje erbij zitten. Ja. En op maatbekertje staat een lijntje, ja. 237 milliliter. Okay, en dat is het lijntje. Zoveel verharder moet er in één fles Raptor liner. Okay. Dus je weet, als ze de kleuren bij jullie bestellen, moeten ze 100 milliliter kleur in één fles gieten. Ja, heel dus hier voegen ze als het ware 100 ml lak aan toe. Ja. Ja. Nadien nemen ze de verharder uit de kit. Ja. Gieten ze de verharder tot aan het lijntje hier. Ja. En dan gewoon de verharder erbij. Ja. Nog eens opschudden en je bent klaar om te spuiten. Dus dan heel eventjes voor de mensen thuis. De fles is dan niet tot hier gevuld, maar die is dan ietsjes... De fles is iets onder de bovenkant gevuld. Ja, dus het gaat hij loopt niet over, als het goed is. Nee, hij loopt niet over. Dat is niet de bedoeling. Nee, precies. Dus je hebt genoeg ruimte om daar je 100 milliliter lak aan toe te voegen. Ja. En de verharder. Ja. En dan shaken. En de verharder is heel makkelijk. Daar kan je niet mee missen, want de verharder, het staat hier aangegeven, 237 milliliter. Ja. Dus één eenheid van dit in één fles en je bent klaar. Zou je zeggen, bij de 1 liter kit is het nog gemakkelijker. Daar is het gewoon het flesje verharder in de fles gieten. Het flesje verharder is de exacte hoeveelheid... Zullen we die er ook even bij pakken? Ja, dat is goed. Dan heb je deze. Yes. Weer dezelfde fles. En dat is deze. Ja, dus dit flesje gaat gewoon in die fles. Ja. En klaar. Dus dan gewoon opschudden. En belangrijk is... Ja, dan heb je ook geen maatbeker nodig. Hè? Dus nee, dan heb je zit ook geen maatbeker bij de grote kit. Opnieuw 100 milliliter lak aan toevoegen. Ja. En dit flesje en klaar. Ja. Nogmaals hebben we daar straks gezegd, zorg ervoor als je de verharder erbij giet, dat je klaar bent om te spuiten. Ja, oké, top. Dat Want is... als je dan nog moet beginnen schuren, als je dan nog moet beginnen ontvetten of afplakken of andere later, dingen, hè? Dan gaat de fles beenhard worden, sterk. Supersterk worden. Kan je niks meer mee doen. Dat is wat je wil, hè? Kan je misschien een beetje mee voetballen, maar verder gaat hij toch niet rollen. Oké. Okay. Hey, dat is duidelijk. Super. Dan als laatste kunnen we wat zeggen toch over een stukje droogtijd. Ik weet dat droogtijd is toch echt afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte. Dat is wat wij eigenlijk altijd zeggen. Maar kunnen we een soort van vuistregel meegeven dat als we onder conditie spuiten, normale luchtvochtigheid, 20 graden kamertemperatuur, sta ik te spuiten? Ja. Hoeveel uur moet je toch rekening houden? Uur? Je moet geen uren rekening houden. Bij 20 graden ga je ongeveer een half uurtje nodig hebben. Dus na een half uurtje, na de eerste laag... Handvast? Ja, dan kan je de tweede laag aanbrengen. Dat is ook een goed gegeven. Misschien is het interessant, als je de tijd niet bijgehouden hebt of je hebt niet opgeschreven wanneer je begonnen bent, kan je altijd even met je vinger... de liner aanraken. Mm-hmm. Vanaf het ogenblik dat die liner een beetje aan je vinger blijft plakken, maar terug lost, dan kan je de tweede laag aanbrengen. Ik weet dat een heel rare regel is, maar je kan er een tikje op geven. Als die terug loskomt van je vinger, dan kan je de tweede laag aanbrengen. En als die te vast zit, dan ben je... Als die blijft hangen, dan is je vinger gekleurd. En dan zal die de komende weken ook zwart blijven. Oké, dat is een goede tip in ieder geval. Nee, maar je moet doorgaans bij 20 graden moet je een half uurtje rekenen voordat je de volgende laag kan aanbrengen. Ja. En we raden toch echt aan, als je klaar bent met spuiten, voordat je het gebruikt, wacht echt 24 tot 48 uur. Niet zozeer dat de liner niet sterk genoeg is, maar
als je met een wagen zou gaan rijden en het begint dan te regenen, dat is niet echt... Nee, en je wil wel blijven profiteren van die volledige krasvastheid en dergelijke. Ja. Dus dan moet je wel... En bij heel intensief gebruik, bij heel zwaar gebruik, zeggen we zelfs 7 dagen wachten. Ja. Maar dan spreken we weer over die graafmachines en die dumpkarren en zo. Nou, want dan heb je ook weer met 3 lagen te maken waarschijnlijk. Ja. Dus dat is duidelijk. Voor nu geen vragen meer. Pieter, mag ik jou bedanken voor je komst, je uitleg en je expertise. Ik denk dat onze kijkers een hele hoop antwoorden hebben op eventuele vragen die ze hadden. Bedankt voor je enthousiasme. Bedankt voor het mooie product. En wij kijken er naar uit om er verder mee aan de slag te gaan. Dankjewel, Dexter. Het was leuk om hier te zijn. En als er nog vragen zijn, mag je altijd Dexter contacteren. En dan zullen zij jullie verder helpen. Dankjewel.